het hertje Kamtjil. Hij is klein, maar zo listig dat hij zelfs de sterkste en gevaarlijkste dieren van het bos te slim af is. Zoals die keer dat hij samen met zijn vriend Ram de tijger voor de gek hield. Kamtjil en tijger. Kamtjil wilde net wat water gaan drinken uit de put toen Ram kwam aanlopen. Kamtjil schrok, want de mond van zijn vriend was helemaal rood als bloed. Ram, zei hij, kijk eens in de put, je lijkt wel een roofdier. Inderdaad, zei Ram, toen hij zijn spiegelbeeld zag. Dat komt natuurlijk omdat ik op een jadi-blad heb zitten kauwen. Kamtjil wilde dat ook wel eens proberen, dus hij nam een paar happen. En ja hoor, ook zijn mond werd helemaal rood. Haha, we lijken wel tijgers, lachten de twee vrienden. Plotseling kwam daar de echte tijger aangelopen. Ram begon te beven, maar Kamtjil had alweer een plannetje. Ha, vriend, zei hij met een bloeddorstig gezicht. Fijn dat je er bent, ik had net honger. Tegenwoordig eet ik tijgers, weet je. En als je me niet gelooft, kijk dan maar in de put. Daar gooi ik de koppen in, want die lust ik niet. En ja, tijger zag op de bodem van de put een tijgerkop liggen. Maar hij begreep niet dat het zijn eigen gezicht was, weerspiegeld in het water. Ga ik maar weer, zei hij geschrokken en sloop vlug weg. Haha, maak maar dat je wegkomt, riepen Kamtjil en Ram hem na. Onze maag begint alweer te knorren. Dag. Maar Kamtjil is niet altijd de slimste. Zoals die dag dat hij in een vervelende bui was en besloot de slak te gaan plagen. Kamtjil en de slak. Dag, luie vette slak, zei Kamtjil. Zeg, zeg, antwoordde de slak. Een beetje meer respect graag voor de koning van de slakken. Haha, een mooie koning die zijn eigen huis op zijn rug moet dragen, ging Kamtjil door. En je kunt ook niks, alleen maar kruipen. Daarop stelde de slak voor om de volgende dag een hardloopwedstrijd te houden. Dan zullen we eens zien of ik niks kan. Kamtjil moest hard lachen. Hahaha, hardlopen zei je? Dan kan ik, als de beste. Als afgesproken, tot morgen dan. En hij huppelde vrolijk het bos in. Die avond riep de slakkenkoning alle slakken bij elkaar om zijn plan uit te leggen. We zullen die Kamtjil eens een lesje leren. Morgenochtend verstoppen jullie allemaal in het gras langs de rivieroever. Als Kamtjil roept, waar zit je? Dan antwoordt de slak die voor hem is, hier ben ik. Begrepen? Ja, majesteit, antwoordden alle slakken in koor. Toen de volgende morgen het startsein klonk, schoot Kamtjil er als een pijl uit een boog vandoor. Hij rende en rende, maar hield al gauw in. Keek achterom en vroeg, slak, waar ben je? Tot zijn verbazing hoorde hij niet achter, maar voor zich. Hallo, hier ben ik. En vlug holde Kamtjil verder. Dit ging zo een aantal keer, totdat Kamtjil hijgend neerviel en nog een laatste keer vroeg. Hé, slak, waar ben je? Opnieuw was de slak niet achter, maar voor hem. Slak, steunde Kamtjil, ik geef het op. Je hebt gewonnen. Tevreden riep de slakkenkoning hem na. Dat heb je nu van je opschepperij. Laat dit een lesje voor je zijn. Dag.